We hebben een bedrijf van 215 hectare akkerbouwgrond. En wij telen op dat bedrijf 75 hectare aan polderappelen. Nou, als je gaat oogsten, dan moet er een beetje grond om de aardappel zitten. Als de knol gewoon helemaal blank is en je gaat dan oogsten, dan is de kans op beschadiging veel groter. Maar bij het bewaren droogt die grond op. En ja, droge grond, dat stuift. Ja, dan heb je gewoon met sorteren echt gewoon een groot probleem met stof. We hebben een elektrische heftruck gekocht ten opzichte van een dieseltruck. Een dieseltruck die brengt natuurlijk de uitlaatgassen in de ruimte. Maar bovendien heeft de dieseltruck als nadeel ten opzichte van elektrisch dat de motor heeft zo'n ventilator en die blaast al dat stof de lucht in. Maar al het personeel die wil niets anders dan op die elektrische heftrucks. We zijn hier in onze leeskamer van onze sorteerinstallatie. Deze kamer die is voorzien van een verwarming met overdruksysteem. En op die manier wordt het stof wordt naar de zijkant weggeblazen. Waardoor je hier ook gewoon een relatief schoon werkklimaat krijgt. Maar goed, dat was in het leeshok. Maar niet iedereen werkt in het leeshok. Dus we hebben op de werkvloer beneden zaten we nog steeds met probleemstof. Toen hebben we gezegd van we moeten toch maar zo'n installatie hebben. Ze hebben samen met ons hebben we een plan gemaakt. En hebben we eigenlijk de hele sorteerlijn hebben we ingepakt. De hele lijn wordt op 14 punten afgezogen, zeg maar, de stof. Waar je valmomenten hebt en waar veel van die, hoe zeg je dat, van die soort stofparastoelen komen, dat je die inpakt en dat al die punten af kan zuigen. Nou, je houdt het ook wel dagelijks bij, maar je ziet gewoon hier bij de machine ook, daar zie je ook wat stof naar beneden vallen. Het is gewoon onmogelijk om helemaal stofvrij te werken, maar... Om de werkvloer schoon te houden hebben wij geïnvesteerd in een veegzuiginstallatie. En dat is een machine en dan kun je de hele vloer kun je daarmee schoonmaken. Doordat je het zo snel en makkelijk kan doen, ben je ook bewijs van in een kwartiertje ben je klaar. En dan is de werkvloer beneden ook weer schoon. We hebben jaren eigenlijk altijd in stof gescheten. Dat was op alle landbouwbedrijven eigenlijk normaal. Maar sinds we deze stofafzuiging hebben, is het eigenlijk een lust om te werken in de aardappelschuur. 100% zou je het nooit krijgen, maar ik denk dat we toch wel tussen de 95% en 98% stofafzuiging zitten. In het begin zijn we daar inderdaad met Stigas rond tafel gaan zitten van dit is de huidige situatie en welke stappen kun je nemen om dit te verbeteren. Ja, al met al ben je ver over een ton ben je aan het investeren. Het is een diepte-investering, weet ik wel, maar goed, je kijkt over de jaren heen en als je nou het... Het hele proces, het gaat steeds makkelijker, sneller en ook veel plezieriger. En dat is gewoon belangrijk, dat je als mensen s'avonds als ze thuis zitten, niet dat ze allemaal aan het hoesten zijn op de bank. En dat ze gewoon, ik heb gewerkt, dat is natuurlijk nog steeds wel een beetje stof. Je moet het probleem moet je niet onderschatten. Iedereen heeft zoiets, ik zit een paar maanden in het stof en dat zal wel. Maar het is wel een sluipmoordenaar, dat stof.